Nee, links hebben we plaats, links. Rechts, voor hun rechts. Voor hun rechts. Willa, kan je helpen? Wat? Kan je helpen? Zo, of die je moet helpen. Oké. Dat is een hele klim, hè? Ja, weet je hoe dat komt? Dit is de trap naar boven. Dadelijk heb je een trap naar beneden, die is makkelijker. Dan gaan ze, ze zitten allemaal daar. Ga gezellig bij elkaar zitten. Kijken. Verlaat niet de gevangenis zonder betalen, staat erop. Wat kon je hebben? Nee, ga gezellig zitten. Lekker dood. Als ik een tip moet geven. Ik moet spandoek ophangen. Oh, waar ga je die ophangen dan? Daar is het. Ja, want dan mag je het daarvoor met een hek. Ik kan voor jou doen. Moet hij het doen voor je? Ja. Heb je tijrips? Ja, ja. Mooi touwtje hebben? Ja, die touwtje. Ja, natuurlijk. Ja. Dit is voor jou. Wacht even. Ja, dat is goed, dat was goed. Het spreekt nou met de kop. Is het toch geen Ajax-vlak? Nee. Nee, oké. Go ahead. Maar ze zijn gepikt uit de bestuurskamer. Ja. Goed, dat was goed, mevrouw. Maar mevrouw, geen weet u ook wie ze gepikt heeft? Ja, ik. Oh! Het is wel gevaarlijk, hè, op de camera. Goed kan lezen, hè? Dankjewel, mevrouw. Absoluut, meneer. Ik ga... Oh, God. Knijp pas. Ja, nee, we gaan ze erop zetten. Ja, dankjewel. We gaan ze erop zetten. Komt dan nog goed. We gaan ze erop zetten. Hé, Koos, we gaan even erop zetten. Wat? Beneden. Oké. We gaan er even op zetten, is genoeg. Ik heb thuis nodig, ik heb nog niet. Prettige wedstrijd, hè? Dankjewel, eens lekker. Nee, is goed. Nummer 2, Daphne Rietveld, van de Veen. Nummer 5, Yvette van de Veen. De trainer van Daphne Rietveld is Marcel Vol, assistent trainer. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 5 euro en ook via www.aanvrouw.nl of www.oranje.nl. Voor nu nogmaals veel plezier met de wedstrijd Aan Den Haag en Telstar.
Een van de laatste keren, Rood? Ja. Ja? Jammer. Ja, is jammer, hè, maat? Ja. Ja, maat, nog een paar keer die vlaggen neerleggen. Nog één wedstrijd, hè, hierna. Nog één wedstrijd, inderdaad, ja. En finie met het sfeerteam. Afgelopen. Gaan jullie plaatsmaken voor een nieuw sfeerteam? Ja, zo blijkt. Ja. Ja. Ja, maat, het is niet anders, hè. Nee, je weet het, ADO-journaal is altijd positief. Daarom, ik ben ook positief. Ja. Ik vind het leuk dat er een nieuwe generatie wat oudere mensen opstaat. Dus, Ja, luister maat, een nieuwe generatie wat oudere mensen. Een geweldige uitspraak weer. Luister maat, ik wil je namens het ADO-journaal in ieder geval, jij en je maatjes. Want zijn jullie met z'n allen geweest, zo is het nou ook weer. Het zag er gewoon goed uit. Bedanken voor al die jaren en ja, wie weet, ze komen elkaar nog tegen. Misschien krijgen ze wel spijt bij de vrouwen. Ja, nou ja, spijt. Ja, ik heb geen wraakgevoelens of zo. Nee. Kijk, jij bedankt ons en wij namens het sfeerteam en ja, willen wij jou bedanken voor al die jaren. Ja. En, ja, je was er eigenlijk altijd bij. Nee, kijk, je scoort ook. Ja, hebben we niet gezien. Nee. Door mij weer. Dat maakt niet uit. ADO-journaal is iets belangrijker ja, op het moment. Ja, precies. Nou, maat, spreek je later, hè. Ja, is goed. Succes, thanks. Jongens, hè, rood.